Oh my days. Vieze versnelling, hij stopt eigenlijk niet. We zijn echt allebei helemaal kapot. En ik verlang naar een douche thuis. Bro, waarom kan je, waarom val je zoveel de laatste tijd? Die man van me beseft niet hoeveel aura ik op dit moment ben verloren. Hier heb ik een frisse oudje. Jongens, we zijn er. Ik heb me verslapen, maar we zijn er toch. We gaan in de opnames in. Ik voel me toch zo schuldig, maar ja, goed. Ik heb 2 uur op deze jongen gewacht. Ik heb samen met zijn videograaf 2 uur lopen padellen. 1 tegen 1. Man. 2 uur? Was toch 1 bak? Nee, 1 uurtje. Oh, okay. 9 tot 10. Oh, okay. Nou, we zijn nu bij een andere padelbaan. Daar gaan we spelen. I think more like, maybe we need to change, we go outside a little bit and we're just walking. That's quite cool. Alright. And then maybe we need to do the voice. Praat nog wat Engels. Alright. Praat nog wat Engels voor de vlog. I can speak English. what do you read is English? From skill? English is good. Yeah? Very good. Both of you, English is really good. Good, yeah. Peanut butter. And my Nederlands? Ja, Nederlands is goed. Is wel gewoon decent. How you say my Nederlands is really Nederlands. Yeah. Is really Nederlands? I say my Nederlands. Echt Nederlands hoor. Oh yo! Echt Nederlands. I can speak UK as well, yeah. Roadman, eh? Roadman. Where you from, little boy? We say little man, huh? Hey, little man. We zijn klaar met de actieshots. We gaan nu nog naar buiten en misschien wat foto's maken. En dan hebben we wat goede dingen gemaakt, man. I want to get some drinks. Daarom I go to the canteen. Ja. Jongens en meisjes, we zijn eigenlijk gewoon op een kamp. Van een christelijke kamp in Noorwegen. Waar we gewoon meer over het geloof gaan leren en gewoon samenkomen met broeders en zusters. En nu zijn we gewoon activiteiten aan het doen met alle groepen. We hebben dienst gehad in de ochtend, gisteravond. En ja, ik weet niet zo goed wanneer of wat ik moet filmen. Dus ik maak gewoon soms beelden. Kijk, dit zijn duisters waar we in slapen. Tent, en dan heb je hier achter nog plekken om te eten en zo. Het is wel gezellig, man. Dus ik ga gewoon wat beelden maken. Niet veel verwachten van, zeg maar, hoeveel ik ga filmen. Maar ik ga gewoon mijn best doen. Komt goed, joh. Oh my days! Vieze versnelling, hij stopt eigenlijk niet. Brazilero, QB! Tactics. Open. Do you understand the tactics? Hey. Alright, brother. Hey. He's here. Okay. You have to go longer. Yeah. Alright, okay, I got a chop for him. Go, man, don't wait. We run. Hij kan niet eens Engels, hij praat met mensen uit Noorwegen. Oh! Is this a serious battle? Gustavo from Brazil. Yes, sir. Que pasa? 3, 2, 1, go. What? Oh! Hey, strength! He got his strength, though! My battery is almost dying. Fast, guys. Ze spreken, bespreken tactieken. Dit is wel lauw. American football. Ik ben er niet goed in. Ik heb net 1 keer geprobeerd. Oh, my days! He was gone! Gustavo! Is dat zombie? Elastico! 0-0. 3, 2, 1, go. Nyeow. He's gone! Hey! My brother! Come on, brother!
Weet je wie je goed in het schaft? Afri. Ja, maar hij heeft het gedaan, hè, gewoon. Wow! He is gone! No! We zijn inmiddels al afgezet bij het station. We zitten nu in de trein naar het vliegveld. Kijk, hij is helemaal kapot. Ik zie er ook niet uit, kijk mijn haar. Maar het is tijd om naar Nederland te gaan, jongens. Ik heb ook echt niet gegeten, ik heb trek. Het is nu 4:30. Schip ook om op het vliegveld komen rond 5 aan. En rond 9, 10 zijn we in Nederland. Asker. Voor het eerst in de trein, maar dit lijkt niet zo op de trein. Geef me meer 5 zo'n metro of zo. Eerlijk? Geeft het jou trein 5? Nee, man, meer metro, je hebt. Die metro van Aga, zeg maar. Kijk daar, luchthaven staat daar. Kijk mijn nieuwe schoenen. Ik heb die hier gehaald. Ik had sportschoentjes nodig. Hij ook. Oh nee, zij. Adios. Het is tijd om in te checken. We zijn op het vliegveld van Oslo. En dan gaan we naar Oslo. Ja, het is even tijd voor dode humor, jongens. Ik heb mijn koffer een beetje zat aan het raken, maar dat is niet erg. Het is niet erg, komt wel goed. Ik vond Thee ook in de beelden. We zijn echt allebei helemaal kapot. En ik verlang naar een douche thuis. Ja. Jongens, we hebben een beetje chaos. Tijdens het inchecken moesten we onze koffers afstaan en moesten we meer betalen. Mijn koffer wou niet dichtgaan, dus hij is kapot gegaan. Je hebt hem kapot gemaakt daar. Ja, ik ga vanuit zitten. Dus dan moest ik hem inleveren bij specials. Dus ja, wat een gezeik weer. En nu op zoek naar eten, want ik heb echt onwijs veel trek. We zijn ingecheckt. We moeten nu boarden. We zijn ingecheckt. Wat zegt dat nu? We gaan nu naar het vliegtuig. Hij staat daar. Ja, we gaan inderdaad boarden. Ik heb de vliegtickets geboekt en ik heb zeg maar gekozen om voorin te zitten. Zodat we extra veel beerruimte hebben. Dus dat is wel fijn, of niet? Ja, maar lekker. Dus dat heb ik wel toch goed gedaan. HDP. HDP? Wat is dat dan? Wat is die HDP? Wat is dat HDP? Hard op pissen. Gaat over de beenruimte. HDP. Oh, nee. HDP. P. Heli de Peli. Heli de Peli. Ja, moet je wel op je dekken luisteren, jongen. Oké, okay, in ieder geval. Ja, we hebben echt een super gezegende kerkconferentie gehad. We zijn er. Finally. Ben je ooit als eerste uit het vliegtuig gestapt? Nee. Voelt een beetje raar, voelt een beetje illegaal. Dat als kijkers in de comments zetten van voelt illegaal om zo vroeg te zijn. Oh ja, ja, ja. Nee, first. Kijk hier, first. Ja, je ziet er niet uit, jongen. Iemand die zich afvroeg hoe het eruit ziet daar. Weet je wat ik aan jou wil vragen? Is de vliegtuig rond of plat? Hun weten het echt. Waarom weten wij dat? Omdat hun vliegen. Je kan ook uit het raam kijken. Nee, maar hun weten hoe ze moeten vliegen. Wat? Vraag dan. Nee, maar niet meer. Je moet ooit als je daar zit, even vragen. Trying to escape the matrix. Wat heb je geleerd in Noorwegen? In Noorwegen? Ja. In die taal, dat bedoel ik. In die taal? Harder zo voor God. Good morning, harder zo voor God. Good morning, harder zo voor God. Nogmaals, het voelt echt illegaal om als eerste buiten te zijn. No cap. We zeggen als eerste buiten. Eigenlijk zouden we nu al gewoon naar huis kunnen gaan. Maar we moesten onze koffers inchecken. En jij moet je kapot koffer nog? Oh, ik heb een special koffer. Oké, hoe noem je koffer in het Engels? Ik weet het wel. Luggage. Met de S. Ja, die klank. Je hebt hem. Is luggage, man. Hey, suitcase. Ja. Wat is luggage? Volgens mij is dat een koffer. Maar ik wil niet luisteren, ik wil gewoon dat je suitcase ging zeggen. Zeg alsjeblieft dat die aangaat. Yeah. Bro, waarom kan je waar val je zoveel laatste tijd? Heb je geen balans meer ofzo? Bro. Ik was ook gisteren bij die deur in de. Die man van me beseft niet hoeveel aura ik op dit moment ben verloren. Er zijn zoveel mensen achter ons, kijk. Oh joh, ik viel echt lelijk. Oh, bagage. Shut. Ik viel zo lelijk. Broer, ik had Yusu bijna gewoon die ding gekregen. Arme Shaf, hij wil echt naar huis. Kijk hoe hij daar staat te wachten op zijn koffers. Shaf. Je wil echt naar huis, hè? Ah, deze man. Hij komt wel, maar het is niet van jou. Nee, hij is nog niks op niks kwijt. Ze moeten eruit komen. Oh. Ik zie eentje met deze volgens mij van jou. Ja, dat is van jou.
Ja. Mijn koffer. Ja, dat is mijn koffer. Hé, ik ga vanaf nu altijd speciaal. Mijn koffer is er al, wat fijn is dit. Toevallig ook hoe ik film. Mijn jongen, het was een leerzame... Het was me genoegen. Het was me een leerzame en een mooie tijd. Een wijze vakantie hier dit. Ik vond het echt prachtig dat ze mee werd gaan. En mooi. En All praise to the most. En we zien elkaar morgen. Doei. Sjaap gaat nu naar Londen.